uit Moskou. En toen heb ik hem gevraagd, kun je niet wat, ja, verloop van tijd, kun je niet wat vrouwelijk gezelschap organiseren? Mooie schoen. En toen heeft die vriend gezegd, ja, nee, Cheryl Eck, en jullie kennen het verhaal misschien al. Cheryl Eck heb ik een nichtje ontmoet. En dat is een heel aardige dame. En ik weet waar ze woont. En dat was aan het eind van de middag. Dus hij zei, ik weet haar adres, we gaan er langs. En we vragen of ze tijd en zin heeft om met ons te gaan eten. En dat was, dat meisje dat was thuis. Want die werkte in de operatiekamer. En die was verkouden. En had een consigne gekregen om niet terug te komen voordat ze geheel genezen was. Dus na tijd om met ons weer te gaan, dat meisje dat was via Amerika, van de via regio, dat vind ik toch aardig exotisch. En toen zijn we gedrieën gegaan naar de Wolfstraat, waar toen een heel middelmatige Chinees was, daar hebben we gegeten. En dus niet erg lekker gegeten, maar die Chinees had wel suikerzakjes met het opschrift uit is goed voor u. En zo'n zakje hebben we nog altijd bewaard. En de Chinees is er niet meer in de Wolfstraat. Ik heb toen toch wel een list van een vrijgezelle man gebruikt door tegen Ria te zeggen als je... ik ben hier vreemd, ik heb hier niks van de omgeving. Zou je tijd en zin hebben om morgen met mij op stap te gaan? En toen heeft ze ja gezegd en zo is het echt gekomen. En dat komt dan ook niet meteen. Het kwam eigenlijk, kan ik jullie zeggen, Ria zal dat bevestigen, toen we ergens een drukke straat moesten oversteken en wij elkaar een hand gaven en gezamenlijk overstaken. Dus de moraal van dit verhaal is, dames en heren, de meest sensuele, intieme handeling is elkaar een hand geven. En we doen Ria nog altijd handjes geven. Dat geeft de meeste verbondenheid. Ja, in voor- en tegenspoed, ik sprak over toeval, dus het is al niet echt georganiseerd. Behalve dat handje, dat was dus wel georganiseerd voor hem. Maar na dat handje hebben wij, en dat was dan de eigen kracht van Ria en mij, hebben het samen volgehouden. En dat samen volhouden, dat is natuurlijk ook bepaald door het feit dat we hadden elkaar nodig. We hebben bijna 18 jaar in het buitenland vertoefd. Altijd in een andere cultuur, Frans, Duits, Engelstalig. En dan ben je toch een beetje op elkaar geworpen. En we konden elkaar dus niet missen. Dus het was ook eigen belang dat we die 50 jaar zo hebben kunnen volmaken. Het mooie is dus in de formule dat wat God verbonden heeft, de mens niet zal scheiden. En ook daarin zijn de omstandigheden toch zo dat je dat niet in de hand hebt en dat wij nu feitelijk van elkaar gescheiden zijn. We proberen dat op te vangen door elkaar elke dag toch weer te zien, zolang als het kan. En zolang als dat kan, Maria en ik, nog plezier in het leven. En we hebben ook plezier voor mensen zoals jullie die hierbij zitten, want we hebben met allen, zoals jullie hier zitten, een nauwe vriendschappelijke verbinding. En niet alleen te zijn, ook dat is heel belangrijk om vrienden te hebben in het leven. En ik zou zeggen, laten we daar op drinken, op de vriendschap. Gezondheid, dan weer. Gezondheid. Dat is een oordeel. Gezondheid. Als 4 jaar samen.